Welkom Leeuw bij jullie liefdesreading voor de maand januari. We gaan beginnen met de Whispers of Love, fluisteringen der liefde, om te kijken wat de belangrijkste boodschappen zijn op het gebied van liefde. Dus denk aan de persoon die voor jou belangrijk is als het gaat om liefde. En we gaan kijken welke energie eruit mag komen. Dit is voor iedereen die leeuw in zijn zon, maan of ascendant heeft. En het kan helaas niet voor iedere leeuw resoneren. En natuurlijk iedereen die een relatie heeft met een leeuw of interesse heeft in een leeuw is ook welkom. Universum, welke boodschap mogen wij doorkrijgen voor het sterrenbeeld leeuw in de maand januari 2023 in liefde? Het gebied van liefde, wat is de boodschap voor leeuw? En resoneert de reading niet, wat natuurlijk kan, want het is een algemene reading voor het collectief, dan laat het gewoon achterwege, laat het los. We hebben twee kaarten die er voor jullie zijn uitgekomen, Leeuw. De eerste, demonstrate love. Ja, letterlijk vertaald, demonstreer liefde. Find out what is important to those you love and act on it. Dus probeer erachter te komen wat belangrijk is voor degene van wie je houdt. En ja, onderneem daarop actie. Kaart nummer 48. 12 vereenvoudigd tot 3. Dus kijk wat belangrijk is. Onderzoek wat belangrijk is voor degene van wie je houdt. En handel daarnaar. Ja, en we hebben nog een soort gelijke boodschap, Leeuw. Do something for someone. Doe iets voor iemand. Geef je aandacht naar de ander. Dus besteed aandacht aan diegene van wie je houdt. Twee soortgelijke boodschappen, wel heel toevallig. Kaart nummer 41, vereenvoudigd tot 5. 3 en 5. En we hebben hier deze kaart. Ik heb ze nog niet gedeeld, maar ik ga hem wel meenemen. En dit is de kaart verzoening. Reconciliation. Iemand uit je verleden keert terug in je leven. Dit kan ook te maken hebben met iemand waar je al een relatie mee hebt. Iemand waar je misschien op dit moment het wat minder mee gaat. Of van wie je op dit moment gescheiden bent. Om de een of andere reden. En je wil graag dat het weer goed komt. En ja, zoek uit wat daarvoor nodig is. En handel daarna. Onderneem daarop actie, is de boodschap. Universum, welke boodschappen mogen we nog meer ontvangen voor Leeuw, maand januari 2023, als het gaat om liefde? Voor de Leeuw. Het kan ook zo zijn dat je iemand nieuw leert kennen, Leeuw. Met die kaart verzoening, dat kan iemand zijn uit het verleden, iemand uit je verleden keert terug. Maar dat kan ook een soulmate zijn, iemand waar je een contract mee hebt afgesloten in een vorig leven. En in dit leven komt die persoon weer terug om wellicht iets af te maken wat gestart is in een vorig leven. Of iets wat misschien in een vorig leven fout is gegaan, op dit moment opnieuw op te pakken. Stay optimistic about your love life. Blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en vertrouwen zal jouw romantiek brengen. Heb vertrouwen. Blijf optimistisch. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Leeuw? Januari 2023. Blijf optimistisch. Ja, en wat zei ik nu net? Het kan ook iemand zijn uit een vorig leven. Een soulmate. Past life connection. Past life relationship. You have known each other before. Je hebt elkaar eerder gekend. Een relatie uit een vorig leven. Blijf optimistisch en geef deze relatie een kans. Werk aan je partnerschap. Werk aan je relatie. Nou, dit zijn allemaal kaarten die heel goed met elkaar overeenkomen. Werk aan je relatie. Doe iets voor de ander. Zoek uit wat de ander graag wil. Wat belangrijk is voor de ander. En handel daarnaar. Jullie mogen ook een vraag in gedachten nemen, maar het hoeft niet.
Je mag een vraag in gedachten nemen, dan herhaal deze voor jezelf. Denk aan degene ja, voor wie je liefde voelt of met wie je een relatie hebt wellicht. Of met wie je een relatie zou willen. Degene ja, waar je het meeste aan denkt. Herhaal de vraag hardop of in jezelf. En heb je geen vraag, dan gaan we gewoon kijken wat de boodschap van de engelen is voor jullie. Voor de maand januari, leeuw 2023. Januari 2023. Krijg meer informatie. En ik hoor meteen, krijg meer informatie voordat je iemand afwijst. Krijg meer informatie over een bepaalde persoon of over een bepaalde situatie. Het kan ook zo zijn dat je zelf twijfelt om actie te ondernemen of te handelen, omdat je het gevoel hebt dat er nog dingen onduidelijk zijn. Dan onderneem actie om die duidelijkheid te krijgen. Wat mogen we nog meer ontvangen van de engelen? Wat is een eventueel antwoord ook op jullie vraag? En krijg meer informatie kan natuurlijk ook een antwoord zijn op je vraag. En de tweede kaart is nee. Nee zonder uitroepteken, dus dat betekent nee maar. Het kan positief zijn, maar op een andere manier als dat je zelf denkt. Nee met een uitroepteken is echt een nee. Maar nee zonder uitroepteken, ja, daar kan nog een maar achter zitten. Wat mogen we nog meer ontvangen, engelen, voor leeuw? Januari, ja, je bent er klaar voor. Leeuw, je bent er klaar voor. Binnen een paar weken, wauw, hebben we hieronder op het dek. Je bent er klaar voor. Je bent wellicht klaar voor de liefde. Voor een nieuwe relatie. Of je bent klaar om een relatie naar een volgend level te tillen. Als dat is waar je persoon behoefte aan heeft. Zoek uit wat jouw persoon, je geliefde, belangrijk vindt. En we gaan met de Grand Luxe Tarot 3 kaarten voor de energie van je persoon. De energie van jou. 3 kaarten voor de energie over de relatie. En een eventuele uitkomst. Universum. 3 kaarten voor de persoon waar Leo aan denkt. 3 kaarten voor de persoon waar Leo aan denkt. Met welke persoon heeft Leo te maken? Wat is het gevoel? Wat is de energie van de persoon? Oeh. Zwaarden 5. Tweelingweegschaal. Waterman energie. Luchtenergie. Oeh, de staven 10, leeuw. Vuurenergie. Ja, en deze kaart wil er ook uitkomen. En de ridder van staven. Je kunt te maken hebben met een boogschutter. De zwaarden 5. Voor je persoon. Ja, de zwaarden 5 is een energie van willen winnen, kosten wat het kost. Het kan te maken hebben met dingen die achter de rug omgebeuren, geheimen. Oh, dus de zwaarde 7. Dus de zwaarde 7, zie ik. Ja, geheimen. Dit kan te maken hebben met bedrog. Dit kan te maken hebben met strategisch zijn. Het kan te maken hebben met jaloezie, roddels. En dit kwam er als eerste kaart uit voor de energie van je persoon. Dus je kunt te maken hebben met iemand die misschien wat manipulatief is. Iemand die niet als een kaarten op tafel legt. Iemand die wat geheimen houdt. Iemand die een bepaalde last met zich meedraagt. Of deze connectie ziet als een last met de staven 10. Iemand die die last los wil laten. Die de relatie ziet als een last. Als ja, iets wat zwaar drukt op zijn of haar schouders. Iemand die daar niet eerlijk over is wellicht, met de zwaarde 7. En het kan iemand zijn die in en uit is met deze bovenstaande kaarten. Dit is een hele avontuurlijke ridder, de ridder van staven. Vurige energie, passievol, boogschutter energie. Iemand die ervan houdt om te reizen, verschillende culturen te leren kennen. Verschillende mensen te leren kennen. Het ene avontuur na het andere avontuur aangaat. Zijn passie volgt, zijn hart volgt. Maar dit is ook iemand die ja, een soort van player-energie kan hebben. In en uit is. Iemand die ja, geen stabiliteit kan bieden.
En ik zie bij jullie de koningin van zwaarden, of ja, hier, de koningin van zwaarden onder op het dek liggen. Dat zou jouw energie kunnen zijn, leeuw. Het kan zijn dat je lucht, een plaatsing hebt in een luchtenergie. Die muur omhoog. Naar deze persoon toe. Ik heb het gevoel dat dit iemand is uit het verleden. Of iemand waar je al een relatie mee hebt gehad. En dat kan ook degene zijn aan wie je op dit moment denkt, leeuw. Iemand die niet eerlijk was. Iemand die aan zichzelf dacht. Iemand die jou wellicht heeft opgezadeld met een hele hoop verantwoordelijkheden. Waardoor je uitgeput bent in een bepaalde situatie. 3 kaarten voor de leeuw. De energie van leeuw. Ja. Je hebt het gevoel dat deze relatie, deze persoon, je niet kan geven wat je nodig hebt met de pentakels 5. Het kan ook zo zijn dat door het gedrag van deze persoon je financieel in de problemen bent gekomen. En je ziet deze connectie als zijnde afgelopen. Je wil een nieuwe start met de wereldkaart. Je ziet deze connectie als beëindigd. Je bent klaar voor iets nieuws. En dat kan wel eens de persoon zijn die we hier hebben liggen. Iemand uit een vorig leven die binnenkomt. Iemand die je meer geluk kan brengen. Je wil een nieuwe start maken met die wereldkaart. Met de persoon die we hier hebben liggen, dit heeft je uitgeput, heeft je energie gekost. En je hebt je lessen geleerd, leeuw. En je gaat een nieuwe start maken. Je wil een nieuwe start maken. En dit kan te maken hebben met reizen. Dit kan te maken hebben met je algemene geluk, je algehele geluk. Je hebt de wereld in je handen. Je wil balans in een situatie. En ik heb ook het gevoel dat er een bepaald soort karma komt in deze connectie. Nog een kaart voor de energie van leeuw ten aanzien van deze relatie, ten aanzien van liefde. En je kunt ook zelf het gevoel hebben toe te zijn aan een nieuwe liefde. Je bent er klaar voor, ligt hier. Nog een kaart voor de energie van leeuw. Ja, dit heeft duidelijk te maken met iemand waar je al een lange weg mee bent gegaan. Met die staven 10 hier in de energie van je persoon. De pentakels 5. Een gevoel hebben van er mist iets. En dit kan te maken hebben met geld. Dit kan te maken hebben met iemand die niet heeft gegeven in een connectie. Iemand die emotioneel niet beschikbaar was. Aan zichzelf dacht. Ja, iemand die gewoon deed waar hij zin in had, heb ik het gevoel. En jou achterliet met alle verantwoordelijkheden. Dit kan letterlijk iemand zijn die je verlaten heeft, die in en uit is. Waarvan je op dit moment gescheiden bent. Het kan iemand zijn die aan de andere kant van de wereld zit. Of iemand die is gaan reizen. Kijk, en dan hebben we de kelken 9. Werk aan je eigen geluk, leeuw. Ik heb het gevoel dat jullie dat aan het doen zijn. Je wil een nieuwe start maken. Je gaat voor je eigen geluk. En dit is een single energie. We hebben de kelken 9 en niet de kelken 10. Ik heb het gevoel dat jullie gefocust zijn deze maand, januari, op jezelf. En dat je zelf inderdaad heel goed weet hoe je dit gaat bereiken, dit geluk. Emotionele balans met de kelken 9. Vreugde, dankbaarheid voor datgene wat er wel is. En de boodschap van het universum is ook focus je op datgene wat er wel is. Je beseft inderdaad dat dit gebrek wat we hierboven hebben liggen met die pentakels 5 niet afhankelijk is van de persoon die we hier hebben liggen aan de linkerkant. Je maakt je eigen geluk en je hebt de wereld in je handen. En af en toe zit je nog in je hoofd als het gaat om het maken van een beslissing. Voor sommigen kan het te maken hebben met het beëindigen van deze relatie. Is de relatie nog niet beëindigd? Het is voor jezelf wel beëindigd, maar misschien nog niet officieel. En dit kan ook een energie zijn van je hebt je afgesloten. Het kan letterlijk zijn dat je deze persoon hebt geblokt. Maar ik heb het gevoel dat jullie helemaal ergens mee klaar zijn. Mag ik 3 kaarten voor de relatie? 3 kaarten voor de relatie. Je bent er klaar mee. Je bent klaar voor iets nieuws. Hoge priesteres, ik heb het gevoel dat jullie beide aanvoelen dat een bepaalde situatie ten einde is met de hoge priesteres. Het kan ook zijn dat een van beiden heel erg spiritueel is.
Leeuw, dit kun jij zijn. Vertrouwen op je intuïtie. Je hebt je emotioneel teruggetrokken en de andere persoon ook. Nog twee kaarten voor de relatie, voor de connectie die we hier hebben liggen. Ja, daar is die koning van staven. Leeuw, je kunt te maken hebben met een boogschutter. En dit is voor de relatie. Dit is beide. Dit komt natuurlijk terug. De koning van staven, ram, leeuw, boogschutter. Als je te maken hebt met een boogschutter, beide die vuurenergie. Go-getters, achter datgene aangaan wat je wil. Het hele plaatje zien. En zoals ik zei, intuïtief aanvoelen dat een bepaalde situatie ten einde is. Dat er iets losgelaten moet worden. En bij je persoon ligt ook die staven 10. Het drukt als een last op zijn of haar schouders. En de 10 is een einde en een nieuw begin. En ik zeg een nieuw begin en de aas van pentakels komt tevoorschijn. Een nieuw begin. Iets wat wel stabiel is. Iets voor de lange termijn. Een gouden kans die geboden wordt. Na een lange weg te zijn gegaan. Kijk, hier ligt de staven 9. Het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die in een soort van slachtofferrol gaat zitten. Die probeert om de schuld bij jou neer te leggen voor de dingen die er gebeurd zijn in deze connectie. Maar ik heb het gevoel dat jullie een hele grote groei door hebben gemaakt. En dat je hier niet meer door laat beïnvloeden, door laat manipuleren. Dat is klaar voor jullie, leeuw. Een nieuwe start zit eraan te komen. Wat is een kaart van eventuele uitkomst voor leeuw? Kaart voor de eventuele uitkomst voor leeuw. Wauw, leeuw. Vooruitgang. Vooruitgang, positieve kansen, positiviteit, activiteit. En het kan zijn dat er communicatie gaat plaatsvinden tussen jou en deze persoon. Wat te maken heeft inderdaad met het afsluiten van een relatie. Het afsluiten van deze connectie. Omdat het voor jullie beiden, het maakt jullie beiden niet gelukkig. En je wilt beiden een nieuwe start maken en een andere richting uit. Dus er kan, dit is een verbetering. De snelle activiteit, snelle communicatie binnenkomen. Snelle beweging, vooruitgang in de situatie. Dat is jullie uitkomst. Kijk, en we hebben hier de koningin van staven. Daar zijn jullie. De koning en de koningin van staven. Dit kan een karmische soulmate zijn waar je mee te maken hebt. Die reconciliation, wat we hier hebben liggen. Ja, dat kan deze persoon zijn. Het kan een soulmate-energie zijn uit een vorig leven die in je leven is gekomen om bepaalde lessen te leren. En ik heb het gevoel dat de cirkel nu rond is. De les is geleerd. En je voelt het zelf ook heel goed aan dat je klaar bent voor iets nieuws. En met de staven 8, dit is waar je aan werkt. En dit is wat er gaat gebeuren, vooruitgang in de situatie. Snelle activiteit gaat er plaatsvinden. Ik zal voor jullie nog de Hidden Truth kaartje schudden. Ik weet dat heel veel mensen dat altijd leuk vinden. De boodschappen, de verborgen boodschappen. Wat wil deze persoon nog tegen je zeggen? We gaan het zien. Wat wil deze persoon nog tegen leeuw zeggen? Finding out the truth. Crush me. De waarheid achterhalen heeft me kapot gemaakt. Dit kan jouw energie zijn. Dit kan ook de energie van je persoon zijn. Dus er is misschien een waarheid aan het licht gekomen. En dit kan ook te maken hebben met de communicatie die nog gaat plaatsvinden. Ik begin nu onze connectie te begrijpen. Het was gewoon niet de juiste timing voor ons. Onder de dek, ik wou dat ik mijn woorden terug kon nemen. Dus het kan zijn dat er harde woorden gesproken zijn die je heel veel pijn hebben gedaan. Die je teleurgesteld hebben. En deze persoon heeft daar wel spijt van.
Dus dit is jullie boodschap, Leeuw. Ik hoop dat jullie daar wat aan hebben gehad. Er komt in ieder geval vooruitgang en positieve activiteiten. Snelle vooruitgang in je situatie. En ik wens jullie heel veel geluk, heel veel liefde en licht in de maand januari nog. En hopelijk tot de volgende keer. En resoneert het? Geef me een like en laat een reactie achter op mijn kanaal. Dag!